Nou, om 5 uur begin ik meestal met het eten. Ik maak eigenlijk altijd heel simpel eten. Meestal aardappeltjes, groenten en gewoon een stukje vlees. Ik probeer wel altijd gewoon zo gezond mogelijk te eten. Ook in verband met Fenne die nu met ons mee eet. En meestal rond 6 uur, 5:30 is het eten klaar. Ondertussen is Fenne altijd lekker aan het spelen. En zoals je kan zien is ze er altijd een hele zooi van aan het maken. Maar goed, dat is wel gewoon te overzien als zij maar lol ermee heeft. Dus mij maakt het niet zoveel uit. Ondertussen is onze lieve Farah lekker aan het slapen in de box. En heb ik mijn honden vol maar aan 1 kindje. En ondertussen dat de kroketjes aan de aardappelkroketjes bezig zijn in de oven, ga ik even werken aan school. Of ik ben een vlog aan het editen of nog iets dergelijks aan doen. Nou, als het eten klaar is, leg ik het natuurlijk neer op de borden. Fenne krijgt ongeveer ook evenveel als ons. Ik probeer het altijd een beetje gelijk te verdelen. Omdat ze natuurlijk ook bijna een peuter is. En zij ook wel de nodige vitamine binnen moet krijgen. Nou, vandaag stond dus rode kool op het menu. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ze rode kool had. En ja, ze heeft het eigenlijk heel goed opgegeten. Zoals je kan zien, vindt ze het echt heel lekker. En ze probeert ze met een lepel te eten. Maar een vork gaat iets beter. Nou, we doen gewoon gezamenlijk eten met z'n allen. Daarna doe ik goed afruimen, dan doe ik even schoonmaken. Meestal doet Jean-Luc Fenne in bed, of in bad, als ik alles aan het afspoelen ben en in de vaatwasser aan doen ben. Maar Jean-Luc had een lange werkdag gehad, dus had ik aangeboden om het zelf even te doen. Ondertussen is Fenne lekker aan het spelen. Nou, ik zet Fenne gewoon lekker in het bad neer. En ondertussen ben ik zelf ook nog wat dingen aan het doen op de badkamer of de was aan het doen. En zij is lekker aan het spelen en ik doe haar haren wassen, maar dat heb ik allemaal even niet gefilmd. En vervolgens zet ik haar neer op de wastafel, ga ik haar haartjes kammen en haar oren schoonmaken. Zij is ondertussen haar tandjes aan het poetsen. Maar natuurlijk doe ik nog even napoetsen, want jullie weten hoe kleine kindjes poetsen. Dan wordt er niet gepoetst. En dat vindt ze niet zo leuk. Vervolgens leg ik haar lekker in bed en ze gaat altijd meteen slapen, dus daar heb ik echt geluk mee. En dan ga ik het badje vullen voor Farah. Haar lekker uitkleden voor een lekker warm bad, dat vinden ze toch altijd leuk. Of lekker en relaxed. Ik doe het meestal 's avonds, omdat ik dat ook gewoon echt, overdag worden ze toch weer smerig en 's avonds gaan ze dan lekker schoon naar bed. Nou, het is alweer even wennen om een klein babytje te wassen, aangezien ik Fenne nu gewend ben. Maar het gaat lekker goed en ze vindt het gewoon ook hartstikke fijn. Dan droog ik haar natuurlijk af. Dat vinden ze natuurlijk minder leuk. En ze heeft zoveel haar, het is niet normaal. Dan heb ik haar lekker haar pyjama outfitje aangedaan waar ze mee lekker gaat slapen. Dus het is niet echt een mooie match, maar goed, het is maar voor een bed te liggen. Vervolgens ga ik lekker zelf douchen als Jean-Luc Farah mee naar beneden heeft genomen of ik heb haar een bedje gedaan. En dan ga ik mezelf even verzorgen. Ik doe dan natuurlijk nog een lekker nachtcrème op, nog wat hydraterende crèmes. Zodat ik er toch nog lekker fris en fruitig uitzie als ik naar bed ga. Verder ga ik naar beneden, dan is het meestal rond 7 uur, 8 uur. Dan ga ik meestal nog wat dingen doen voor school of voor mijn blog, e-mails checken. En daarna spring ik lekker bij Jean-Luc op de bank en gaan we lekker filmpjes kijken. Dan daarna gaan we lekker naar bed toe. Dan ga ik mijn tandjes poetsen samen met Jean-Luc en mijn lenzen uitdoen en et cetera. En Farah slaapt lekker bij ons op de kamer en een co-sleeper naast mijn bed in een babynestje. En dat vind ik hartstikke fijn. Dan geef ik haar nog een kusje. Jean-Luc nog een kusje. En dan gooi ik mijn haren los. En dan kan ik lekker gaan slapen. En dit was mijn avondroutine. Dankjewel voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En tot de volgende keer.